Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe podcast over het Belgische vrouwenvoetbal. Vandaag hebben we heel veel te bespreken, want mijn lijstje over het aantal transfers deze maand is nog nooit zo lang geweest. We gaan het ook hebben over de herstructurering binnen Genk en de werking in Standaard. Mijn naam is Nia Eline. Ik ben Riet Maas. Ik ben Josephine Hendricks. En vandaag zijn we buiten de lijnen met... Mariam Abdoulaye-Touloba. Welkom. Vandaag in onze studio een speelster die op hetzelfde lijstje stond als Ronaldo en Messi. Won als Gentenaar 2 keer de beker met de Buffalo's, werd kampioen bij Paars-Wit en is nu op missie om Standaard de titel te schenken. Met haar fameuze goalviering scoort ze niet alleen op een grasveld, maar ook in de futsal. Hopelijk trappen we vandaag niet te veel in haar schijnbewegingen. Mariam Touloba, welkom bij Buiten de Lijnen. Bedankt, bedankt. Weet je nog wat het lijstje was met Ronaldo en Messi? Voor mij was het belangrijkste gewoon dat Ronaldo er was. Ronaldo-fan. Maar het was dus in 2015, denk ik, dat je genomineerd werd voor de UEFA-goal van het seizoen. En dat was binnen de top 10 was je erbij, hè? Ja, klopt. En dus je hebt dan Ronaldo ontmoet? Nee, nog niet. Dat komt nog. Ah, dat komt oké. Okay. En wanneer gaat dat juist komen? Dat komt nog. Ik heb mijn connecties, dus dat komt. Maar ja, het is wel... Allee, hoe kunnen we je omschrijven als speelster? Ik ga eerlijk zeggen, ik vind dat heel moeilijk om te zeggen over mezelf, maar ja. Jullie spelen tegen mij, zeg ja. Maar. Alleen jij vooral. Dus heel ik denk technisch, dat jij daar hè? Beter... Ja, heel technisch. Ik denk ook wel dat iedereen ook moet uitkijken naar je lange schot die je wel in je benen hebt zitten. Niet te veel de bal geven rond de 16, denk ik, want dan durft ze wel eens uit te halen. Ik denk dat Ritme ondertussen al een beetje kent, want de vorige match heeft ze wel haar best moeten doen om die bal eruit te pakken. Ja, dat is waar. Heb je al gescoord tegen Riet? Denk ik niet. Niet op zo'n afstandsschot. Die hou ik voor de play-offs. Dat is goed. Herinnert je dat nog? Vorig jaar hadden de laatste wedstrijd dat jij had gespeeld voor Anderlecht. Dat was de laatste competitiematch en we hadden 5-0 verloren. Ouch. En dan kwam je na de wedstrijd naar mij, want je had een vrije trap richting doel. En dat was een winkelaak en ik had hem er dan uitgehaald. En dan zei je nog tegen mij, moest dat nu echt? En ik dacht van, ik ben juist 5-0 verloren. Als keeper bestaat niks pijnlijker. Gun mij dat. Ik moet zeggen, zeker in België, niet enkel België, gewoon algemeen vrouwenvoetbal, denk ik niet dat er veel keepers zijn die bal eruit zouden pakken. Maar ik was echt gewoon wel heel verbaasd dat zij die eruit pakt. En dan ben ik ook wel zo vriendelijk om te zeggen van, kijk, goed gedaan, maar het moest wel niet. Het is echt zo een beetje zout in de wonden, want je staat zo net 5-0 verloren. Ja, dat was mooi gepakt. En uw celebration, deze? Ja, van waar komt dat eigenlijk? Heeft dat een betekenis? Of? Ja, nu heb ik al een andere celebration, maar dat echt? Voor de oren is vooral gewoon, er wordt veel gepraat. Ja. Dus ik heb zoiets van, ik luister daar niet naar en mijn voeten gaan gewoon spreken. En einde van de rit, dat zien we wel. Ja, amai, mooi. Ja, leuk. Was je nieuwe celebration dan? Nu doe ik gewoon zo, jappa, jappa, voor de mensen die te veel praten. Ah, nog steeds met dezelfde boodschap. Hetzelfde. Ja. Maar is dat Tini die Standaard gebruikt om zo te communiceren als jullie gescoord hebben? Op de socials? Ja, klopt. Ja, dan pak ze zo die foto en dan... Dat is ook zoiets. Ik heb verschillende celebrations. Af en toe dans en ik een keer. Daar ben ik van. Soms dans ik er eens met Willy als wij een nieuwe TikTok-trend hebben. Dan denken we moeten daar even showen op het veld. Ik ging juist zeggen, ik ging er ook nog over hebben. Maar samen met Wilma Fon, ook al gezien op TikTok. Jullie dansen graag, die moves komen daar naar boven. Klopt, het is Afrika Cup ook. Je ziet die supporters daar, die dansen. En hier in België mis je dat een beetje. Dus af en toe komen wij met die vibes op het veld als we scoren. Ja. Zit je Afrika Cup aan het volgen? Nu niet meer, want Ghana ligt eruit. Maar af en toe gewoon nog wel. Support het wel voor Ghana. Ja. Half Ghanese. Ja, klopt. Ja. Dus ja. En ook van nummer veranderd, hè? Van 19, het was al altijd MT19, maar nu zit je nummer 7 in Standaard. Ja, klopt. Dat is eigenlijk al een tijdje terug van in Gent eigenlijk. Ik speelde altijd met nummer 7. Ja. Maar toen was dat met Margot van Akkeren. Zij was altijd 7 en voor haar was echt heel speciaal. En ze had dan ook een knieblessure gehad en al die dingen. En ik zei van, kijk, ik ga geen nummers gaan afpakken. Ja. Hou die 7 wel. Ik neem wel 19. Maar dan daarna... En van wie heb je hem dan nu in Standaard afgepakt? Nee, ik heb hem niet afgepakt. Nee, van wie was vorig jaar de 7 bij Standaard? Nee, Marinucci is naar Leuven vertrokken. Ah, die had een 7? Ja, klopt. Juist, dat was een rechtse nummer. Back. Ja, rechtsback. Ja, okay, terecht dat je die dat is wel handig dan. Ja, op zich zeiden ze ook direct van, ik vind nummer 7 wel bij u passen. En ik zeg, ja, misschien is het wel tijd om terug die nummer 7 op te eisen.
Maar ik in ben een iemand, nieuw team. Ja, ik wil niet echt nummers afpakken of zo, maar ik vind nummer 7 is wel echt mijn nummer. Daar is ook al de connectie weer met Cristiano Ronaldo. Klopt, dus, voilà. Is een echt grote fan van Ronaldo. Dus. En binnen Standaard is het dan, hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Jullie coach, spreekt hij dan 24/7 Engels? Omdat jullie zoveel taalbarrières hebben. Engels 24/7 gaat die man niet aan kunnen. Nee. Dat zie ik hem ook inderdaad niet. Want dat is toch nog wel. Ik moet zeggen, zijn Engels is wel echt beter en beter aan het worden. Maar eigenlijk is het meestal Frans. Want heb eigenlijk de meeste staan gewoon Frans. Ja. Dus het is wel makkelijk te communiceren. Okay. En iedereen verstaat dat dan? Of? Enkel de twee Ieren, die doen hun best wel. Ah ja, juist. Maar af en toe voor hun nog wel in het Engels. Ja. En nu ook dan met de nieuwe keepster van Kroatië, welke taal spreekt zij dan? Ja, klopt, Engels. Dat is ook Engels. Ja, dus dat zal wel. Ja, het is wel. Dat is het leuke eraan, hè, dat je internationaal wordt, maar dan voor die connectie te hebben, voor te spreken. Want met Amber Barrett heb je dan een goede band? Ja, we wonen ook in hetzelfde complex, zeg maar. Mm. En we rijden ook altijd naar training samen en zo, dus de band is er wel. Er is dus een bepaald complex waar alle speelsters die dat ver moeten rijden wonen. Ja, klopt. We hebben een huisjes van de club. Ah, oh, mooi. Dus ah, dan zitten we daar op een afgelegen domein, dat we daar kunnen zitten. Wie zit er nog in die huisjes? De twee Eren en dan de nieuwe keepster. En jij dan? Ja. Met vier. Maar we wonen allemaal, iedereen heeft zijn eigen huis. Dus niet dat we samen wonen. Sorry, ik zie mij nu zo'n bungalowpark in Centerparks. En dan hebben jullie ze allemaal een huisje. Nee, het is wel echt heel professioneel. Ik denk het is geen bungalow. Fortuna Sittard heeft dat, denk ik, zo een beetje een bungalow. Nee, klopt dat? Dat die zo met een paar in één huis wonen. Denk dat. Ja, Sittard. Ik denk dat sommigen samen in Nederland wonen, maar heb en dan ook nog ook aparte. Ja. Ja. Dus. Maar dat klinkt wel super professioneel eigenlijk. Ja. Standaard is professioneel. Is dat de eerste club waar dat je huisvesting krijgt? Ja, bij Anderlecht zou ik het ook krijgen, maar toen had ik zoiets van, ik woon in Gent, is maar 35 minuten op en af, want ik ben echt een familiemens. Ah, ja, dus toen zei ik van, ja nee, ik ga wel gewoon de moeite op en af. Maar van Luik naar Gent is wel een beetje, een beetje ver. Met de files ook. Ja, ja, moet ons niet zeggen. De wedstrijd op Sclessin. Ah, klopt. Man, hoe laat waren wij vertrokken? Ach, dat weet ik niet. Ik denk gewoon dat we echt... Drie uur? Ja, bijna drie uur. Drie uur onderweg. Hadden we gevraagd nog op de match wat later te doen. En ja, echt... Ik snap dat je daar wilt wonen, dicht bij Luik. Maar gaat het dan om thuis te missen? Want dat je zegt, je bent zo'n familiemens. Ja, ik ga als ik kan nog wel vaak naar huis of mijn ouders komen naar hier. Dus het is dan wel wat simpel nu. Het is niet dat je je eenzaam voelt? Nee, ik heb ook mijn kat bij mij, dus alles is prima. Voilà. Ja, maar je kunt wel gewoon leven van het voetbal. Ja, klopt. Ja, dat is mooi. Is dat de eerste keer dat je full prof bent? Of Anderlecht ook al? Nee, Anderlecht was semi-prof. Nu ben ik echt wel prof. Oké, klinkt goed. Ja. Wat houdt dat dan in? Want ik denk dat heel veel mensen die luisteren dat niet zo goed weten wat dat in het vrouwenvoetbal echt betekent. We weten dat je in een huisje woont van de club. Maar voor de rest, wat komt daar dan nog bij kijken? Ja, ik denk gewoon, like nu in een standaard trainen we elke dag. Twee keer in de dag krijg jij ontbijt op de club. 'S middags krijg jij eten. Je zit gewoon echt elke dag bezig met je voetbal. Je hebt tijd om gezond eten te maken. Echt gewoon, ja, like echt profs, zeg maar. Je hebt ook sommige mensen die wel nog steeds werken erbij of studeren. Maar ik denk dat je, als je echt prof bent, dat je echt kunt focussen op je voetbal enkel. En dan zie je dat je kwaliteiten en zo ook beter worden op het veld. Merk je dat? Dat verschil dat je nu prof kunt zeggen, leren? Ik denk dat ik nu, dat halfseizoen dat ik in standaard zit, dat ik echt scherp ben, dat ik in al die tijd, zeg maar, allee, de laatste jaar vooral in Anderlecht niet was. Dus ik denk dat ik het daaraan ook wel gewoon echt zie. Bij Anderlecht moest ik nog werken, 's ochtends dan kon je geen gezond eten maken, moest je direct na de training. En nu heb je echt gewoon tijd, gezond eten maken, trainen. Maar daarna, wat combineerde je dan ook in Anderlecht dan? Ja, in Anderlecht moest ik nog bij een tankstation werken, zeg maar. En nu merk ik gewoon dat ik meer gewoon van mijn voetbal kan leven en dat ik dat ook meer kan brengen op het veld. Ja. Maar je super chill. Ja, dat is echt de droom. Ja, dat is de droom. Want voor mij persoonlijk is dat wel iets heel belangrijk. Want mijn bouw is niet like de meeste personen. Dus ik moet echt wel opletten op met wat ik eet en hoe of wat. En wij worden ook al elke maand opgevolgd, mijn diëtiste. Er is er begeleiding. Ja, dus dat is echt gewoon top.
En is het dan ook qua recovery shakes en dan moet je zoveel eiwitinname doen? Of is het eerder gewoon, wij geven nu dit als maaltijd en doe ermee wat je wilt? Of jij gaat daarna, allee, is het wel een beetje van twee kanten? Of zij ja, zeggen nee. Echt van, je moet dit... Nee, zij zeggen gewoon, je moet gewoon... Like, ze zien ook de data's van de ene, je gewicht is verbeterd, het is niet verbeterd. En ze zegt dan ook van, wat eet jij? En dan helpen zij wel mee wat dat beste is om te eten. Like, bijvoorbeeld, de voorbije jaren had ik altijd zo laat. Mm-hmm. Zo 8 uur, 9 uur. En like nu bijvoorbeeld, mijn laatste maaltijd is om 7 uur. Mm-hmm. En dan merk je ook daarna, zit je echt gewoon op je gemak. Want alles daarna blijft eigenlijk plakken. Ja, mm-hmm. Het klopt wel van hoe later dat je eet, is ook gewoon je food window, dat ze zeggen. Voilà. Hoe langer dat is, hoe meer ja, ontstekingen dat je geeft, zogezegd, aan je lichaam. Wat dat je weer meer stress geeft aan je lichaam. Dus, maar het is wel, als je ermee kunt bezig zijn, hè, je kunt alleen maar je focussen op de voetbal. Ja, dan kun je zelf ook veel beter verzorgen. Mm-hmm. Voilà, en dan merk ik nu wel echt, want in het begin was ik echt aan het denken of ik de stap naar standaard wou maken. Mm-hmm. Omdat ik altijd zoiets had van... Standaard die wel precies echt vuile speelser, zeg maar. Je speelde daar niet graag tegen. Maar toen ben ik daar op gesprek geweest en alles was echt heel positief. En nu dat je echt daar in die club zit, dan vervaagt eigenlijk alles wat je dacht over die club. Uh-huh, ja. En is het echt helemaal anders en heel professioneel. Zo'n promopraatje. Echt. Volgend jaar tekenen jullie allebei bij Standaard. Nee, maar het is echt... Maar dat is een hele familiale club ook, hè? Ja, klopt. En dat zijn dingen dat als je bijvoorbeeld... Buitenaf, kijk naar die club, zou je denken van... ik zou nooit van mijn leven naar die club gaan. Maar nu dat ik daar ben, ben ik eigenlijk echt blij dat ik die stap heb gemaakt. Want dan zie je ook gewoon professioneler en al die dingen gewoon die erbij horen. Mm-hmm. Dus ja, Standaard, die zit ook al verder. Bijvoorbeeld al jullie thuismatchen, Clessin. Dat doet geen enkele andere Lotto Super League ploeg jullie na. Dus dat is ook al wel echt iets moois dat jullie dat ook... krijgen, zeg maar. En merk je dan de rol van de mannen? Of is het echt gewoon dat de vrouwenploeg zelf heeft gezegd, we gaan een keer investeren? Of hebben de mannen geholpen van, nee, wij merken... Dat geld moet ook van ergens komen. Ja. Ja, dat zijn dingen, het financiële en zo, daar ben ik totaal niet mee bezig. Dus de staf en alles hogerop. Ik ben gewoon daar om te voetballen en gewoon belangrijk zijn voor de ploeg. Ja. Want op het moment dat je kiest, dat je vertrekt bij Anderlecht, denk dat dat duidelijk was dat je ging vertrekken. Maar dan heb je de keuze voor Standaard. Maar was er geen buitenlands team waar dat je eventueel... Gewoon in het algemeen, was buitenland een optie voor u? Ja, nee, ik had wel opties in het buitenland. Maar toen dacht ik ook van, ik wil niet... Ik wist toen in Anderlecht dat ik niet scherp stond. En ik wist van, als ik naar het buitenland wil en die stap wil maken, moet ik veel scherper staan. Als ik daar echt iets wil tonen... Mm-hmm. En mij wil bewijzen om te spelen, want ik wil niet naar daar gaan om dan op de bank te zitten en depressief te worden. Nee. Dus daaraan dat ik ook heb gezegd van, ja nee, ik wil eerst gewoon een jaar hier nog even blijven, dat ik echt gewoon kan werken aan mijn lichaam en beter worden en dat ik echt eerst tevreden ben van mijn prestaties. Ja. Ja. Voordat ik die stap naar buitenland wil Je moet op je zetten. Best zijn om naar buitenland te gaan. Ja, klopt. En ik denk, like nu, we zijn een half seizoen verder en ik heb al heel veel aanbiedingen voor volgend seizoen toe, dus ik denk dat ik nu ook wel... Ik merk, ik moet nog scherper komen. Je hebt nog dat een merk half jaar. Ik ook van mezelf, maar bij Standaard wordt echt goed begeleid en alles is top, dus dat komt wel goed. Dat komt. Maar je hebt nu maar 1 jaar getekend bij Standaard. Ik heb 1+1. Ah, oké. Ja, mijn optie. Klopt. Ja. Okay. Hoe werkt dat dan? Dat, ja, kunt jij misschien beter uitleggen? Ja, dus 1 jaar sowieso en dan ander jaar dat je eigenlijk moet overleggen met bestuur uit of je wil blijven of dat je wil weggaan. Ah, ja, oké. Okay. Ja, die onderhandelingen zijn nu wel soort evaluatie. Ja, wat eigenlijk normaal gezien bijna moet gaan beginnen. Ja. Heb je dat altijd al zo gehad, dat je wist van wat dat je wou? Want ik vind nu wel dat mij opvalt hoe goed je weet van wanneer ik goed kan presteren. En ook dat je zegt, ik ga geen stap overslaan. Ik moet eerst zien dat ik scherp ben. Naar wat ik dus bij Standaard. En dan pas ga ik naar buitenland. Of is dat iets dat je geleerd hebt door mensen rondom u? Of? Ja, nee, klopt. Ik praat ook gewoon met veel... professionele mensen. En die zeiden ook van, ik denk dat ik nog nooit zo een meisje heb gezien met zoveel kwaliteiten dat jij hebt. Maar je moet echt gewoon gaan werken en scherper staan. En dan kan niemand je nog tegenhouden. En ik ben ook zelf ook heel realistisch. En ik weet ook wat dat kan en wat niet kan. Mm-hmm. En ik denk gewoon, like, als ik nu nog een half jaar echt gewoon volop mijn best doe, dat er volgend seizoen wel echt iets heel mooi kan worden voor mij. Dat is wel mooi. Ja. En voetbal, zit dus bij...
Beşiktaş Gent. Tijdens de interlandperiode zet je dus in de zalen te vinden. Wat eigenlijk niet onlogisch is met je techniek. Denk ik wel dat een hele grote aanwezigheid daar. Maar hoe komt je daar eigenlijk bij dat je bij de Red Flames voedsel terecht bent gekomen? Ja, dat is eigenlijk al een tijdje terug dat die mij hadden opgeroepen, ook via Imke. Imke Courtois. Imke Courtois, ja. Klopt. Maar dan van Anderlecht uit mocht ik niet in de voetbal spelen, dus dan is dat eigenlijk zo'n beetje vervaagd, de nationale ploeg. En like, bij Standaard ben ik in het begin gaan vragen van, mag dat? En toen zijn ze ook van, je moet de momenten kiezen wanneer dat je het kunt doen en wanneer niet, want we hebben ook drukke schema's. Ja. En ik zei ook van, voor mij is mijn prioriteit nog altijd eerst veldvoetbal. En daarna, als ik kan, speel ik in de zaal. Dus wel ben ik gewoon blij dat die mij ook gewoon laten doen, zeg maar. En daarmee ook gewoon bij Beşiktaş probeer ik gewoon wat plezier eigenlijk op een zondag, zeg maar. Ja. En ook gewoon een toffe ploeg. En je ziet dat dat niveau, like voorbeeld RCA Anderlecht, voetbal zit daar ook in. Ja. Dus je merkt dat de voetbal ook wel echt aan het groeien is. Ja. En like nu ook mijn nationale ploeg ook. Dan er ook meer vrouwenploegen inkomen in de nationale ploeg. Dus ik denk dat dat ook wel iets heel interessants is. Ja, want onlangs had je nog een internationaal toernooi in Frankrijk. Daarvan had je ook een TikTok dat je zat met twee goed gestalkt. Ja, ja. Ik heb die TikTok nog nooit gezien. Het was al een tof filmpje. Ja, ik zou zeggen, ga allemaal ik even gaan kijken. Nee, het was een filmpje met twee grote bekers, volgens mij, voor de Eiffeltoren. Klopt. Van Frankrijk. Toch? Dus ja. Ik dacht, wat voor bekers waren dat? Dat was gewoon dat toernooi dat jullie hebben gewonnen dan? Of? Ja, eentje was van beste speelster van het toernooi en de andere was van de eerste plaats van het toernooi. Ah, kijk. Mooi. Dus je werd MVP? Ja, klopt. Oh, wow. Oh, nice. Cool. En vind je het dan niet jammer dat je in de interlandperiode in de zaal te vinden bent in plaats van op het grasveld bij de Red Flames? Ik denk dat veel mensen gewoon nu denken, wacht, die is zo technisch, die is zo goed, die speelt bij Standaard. Waarom speelt hij niet bij de Red Flames? Ik heb al veel vragen gehad daarop waarom dat ik daar niet bij zit. En ik heb zoiets van, dat is iets niet. Allee, het is niet dat ik daarna zoek of zo. Mm-hmm. Voor mij is het nog steeds het belangrijkste presteren in de club. En wat het daarnaast erbij valt, dat is mooi meegenomen. Dus ik blijf vooral gewoon rustig. En als ze mij oproepen, dan zien we wel. Je zou wel ja zeggen. Ja, je kunt geen nee zeggen, dus je moet gewoon gaan. Nee, wow, moet je. Ja. Nee, ik zou wel gaan. Want je hebt zo heel lang bij de toen heette dan ook de High Potentials gezeten. Dat zo het groepje, ja, dat was voordat er een U23 was, denk ik. Ja, klopt. Zo'n groepje van 10, wat was dat, 18-jarigen? 18, 20 tussen jarigen. U19 en de A-ploeg, ja. Is dat dan? En dat was onder andere met Marie Minnaert, de keepster nu, Lisa Lichtfus. Cassie zat daar ook in, maar dan daarna is ze bij de Red Flames gegaan. Dat was eigenlijk de overbrugging om naar de A's te gaan, naar de Flames te gaan. Ja, maar sindsdien hebben we u niet meer gezien. In een shirt van de Flames. Klopt. Maar ik denk als je zo blijft presteren, dat ze op den duur wel er niet meer omheen kunnen. Want dit weekend had je weer gescoord. Ik denk ook, ja, met Standaard, jullie willen toch voor de titel gaan. Ik ga zeggen, in het begin was dat niet echt onze doelstelling. Maar ik denk dat we niet onder moeten doen en dat we moeten gaan zien met de playoffs dat alles nog kan. Ja. En volgende week spelen we tegen Leuven, dus dan zien we wel hoe ver dat we staan. Volgende week tegen Leuven. Dat is wel een clash. Ja. Dat is een clash. Ik herinner mij nog de wedstrijd. Gent, Standaard? Standaard Gent? Van? Want jullie hebben nu een heel sterke streak, maar jullie hebben verloren van Gent. Ah ja, toen. Ja. Ja. Ja, dat is een beetje een lang verhaal. Ja, dat was... We misten een paar speelsters. Toen was Standaard niet op zijn best. Ja, we misten een paar Ja, juist. Ik heb dat gehoord, dat er een paar speelsters opeens niet meer op het wedstrijdblad stonden. Ja. Naar maar jij werd er wel bij, je stond erop, hè? Ja, ik was er wel, ja. Toen was ze weer aan betand, heeft ze weer ballen zitten plakken. Ja, ze kent je ondertussen. Ja, ah, voilà. Denk het. Dus dat. Ik denk dat ik mijn linkervoet ga moeten uithalen deze keer. Zit je tweevoetig? Af en toe. Af en toe? Als mijn linkse hoesting heeft. Nee, maar afstand schoot ook met links. Ik heb wel met links gescoord. Ik zeg het af en toe, als ik een chance heb. Maar van waar komt dan die techniek eigenlijk, vraag ik me af? Ik ben opgegroeid op een pleintje. Ja, ik wist het. Pleintjesvoetbal. Ja. En waar pleintjesvoetbal? In Gent? In Gent, Dracunaplein. Ah, en, Dracunaplein. Ik heb ook een tattoo van Dracunaplein. Echt? Ja. Ja, klopt. Op uw kuit, hè? Kijk, zie je het alles. Ik ben voorbereid. Goeie ben voorbereid. Gedaan. Voilà. Wow. Dat is wel cool. Ja. Maar dat was dan toch met mannen dat je dat hebt gedaan? Ja, ik ben eigenlijk altijd opgegroeid tussen de mannen.
Dus ook daarmee dat ik echt gewoon hou van het fysieke spel. En ja, het beste tip dat je eigenlijk kunt geven aan de jongeren is zo lang mogelijk bij de jongen, bij de jongere generatie meisjes, zo lang mogelijk bij de jongens voetballen. Ja. Ja, voor de duels en voor de fysieke kracht. Klopt. En je leert ook gewoon veel, veel meer, zeg maar. Zijn er mannelijke voetballers waar je mee op pleintje hebt gespeeld die nu ook prof zijn? Ja, ik ken er wel een paar. Met wie heeft je destijds dan samengespeeld? Ik heb al met Bilal Alkanous in de zaal gespeeld. Die heeft bij ons in Beşiktaş gespeeld ook. Echt? Mika Gods, die zit nu in Ajax. Oké. Dan heb ik ook spelers in Dordrecht, echt overal een beetje. Maar zowel van de zaal als van het pleintje kwamen die dan? Ja. Oké. Moet dat wel durven, vind ik. Zo tussen de boys op het pleintje gaan. In het begin hoor jij wel altijd zo, het is een meisje die kan niet voetballen. Ja. En dan zien ze je voetballen en dan zeggen ze, kom niet, jij moet bij mij in de team spelen. Ja. Dat is altijd zo. Ja, dat is geweldig. Dat is altijd zo. En heb je nog tattoos die heel veel, misschien met voetbal of zo, heel veel te betekenen hebben of dat niet echt? Ja, ik heb een bal. Ik heb MT19, maar ik denk dat ik MT7 moet gaan plaatsen. Ik ga terug naar de shop. Ja, ik moet nog eens terug gaan. Dus ja. Maar nog geen tattoo van Standaard? Dat doen we niet. Ook niet als je kampioen speelt? Dan misschien de datum of zo, maar ik ga geen logo's gaan beginnen zetten op mijn lichaam. Dat gaan we niet doen. Ja, misschien best wel. Dat we niet gaan doen. Nee. Ja, deze maand zijn er ook een aantal transfers gebeurd. Boeharat naar Boeharat, zeggen ze dan. De twee zussen zijn nu herenigd in Mechelen. Van ons, Sirin Boeharat, is naar Ibtissam Boeharat gegaan. Uh-huh. Om samen met haar zussen te spelen. Dat was altijd al de droom geweest. En Sirin speelde bij Gent niet zoveel. En dus dan heeft Mechelen die kans gegrepen. Dus op zich snap ik haar beslissing wel. Ja, natuurlijk. Versterking voor Mechelen, ja, denk jullie? Absoluut. Ja, absoluut. Zeker. Echt wel. Sirin is heel technisch ook. Ja, eigenlijk heeft zij wel alles. Ja, die heeft echt de voetjes. Ja. Zeker. Dus wel een complete speels. Ik denk dat hij veel kansen gaat krijgen, want vorige week werd haar transfer in het midden van de week bekendgemaakt. Ja, het was deadline day. En in het weekend zat ze al mee op het wedstrijdblad. Ze heeft zelfs een half uurtje had ze gespeeld. Ja, ik denk dat ze al was ingevallen. Dus ja, dat is echt genoeg. Ja. Nog geen hele week meegetraind en al meteen mogen invallen. Dus... Want ik zag dat zij ook wordt opgeroepen voor U23 Marokko. Ja, trainingskamp wel. Ja, ook zo. Eigenlijk was dat geen officiële interlandperiode. Dat was begin januari, denk ik, dat was. En dan had Marokko de keuze gelaten aan de club zelf van... Ja, willen jullie haar opsturen, ja of nee? En aangezien dat ze bij ons dan niet zoveel speelde, is ze mogen gaan. Bij ons in de club zijn er wel een aantal vertrekkers. Jammer genoeg, Bodil van den Heuvel is ook vertrokken. Terug naar Nederland. Ze had het te moeilijk omdat ze niet zo heel veel speelde bij ons. En die afstand was heel groot. Maar hij die dan woonde ook, niet in Gent. Jawel, ze woonde wel in Gent. Maar ook met familie. Ja, ze speelde niet veel. En dan zie je wel dat niet allemaal zo vanzelfsprekend is om zo in het buitenland te gaan voetballen. Als het dan wat minder gaat en je bent zo ver van je huis. Want op zich, Bodil lag supergoed in de groep. Ja. Ik kwam daar ook keigoed mee overeen en ik zat super dicht bij haar op kot. En ja, wij zagen elkaar bijna elke dag. Maar toch, dat blijft nog altijd hetzelfde. Zo dat je zegt, je bent een familiemens. Je familie, je wilt die toch wel graag bij je. En als het minder goed gaat, dan heb je meestal wel je familie nodig. Zij is nu terug naar Nederland. Jammer wel. Iemand die ook naar Nederland gegaan is Ella. Ja. Ella van Kerkhoven. Ella van Kerkhoven. Naar Feyenoord. Ja, maar daar in Genk, dat is wel... Ik denk niet dat Ella in het begin van het seizoen had gedacht dat ze in de winter al zou weggaan. Ik denk dat er nog een paar zo aan... Ja, een beetje plaatsen. Want we hadden het in de intro ook al gezegd dat we het over Genk gingen hebben. Ja. Dat die hadden bij de start van het seizoen wel wat grote namen dan gehaald. Onder andere de zusjes van Belle. Zeker. Tisson. Van Kerkhoven is dan gekomen. Tisson. Kranshoff. Marit de Bont is gekomen. Mirte Klaas, de kiepster. Ja. Er waren eigenlijk heel veel transfers. Ze hadden eigenlijk een beetje hun visie veranderd. Want ik vond eigenlijk dat Genk altijd een beetje het Gent was, maar van in Limburg. Dus een beetje de jeugd te laten doorstromen. Bouwen vanuit de jeugd. En dan hebben ze denk ik gezegd van oké, we willen een visie een beetje veranderen. We gaan voor de titel gaan. Hebben ze dikke transfers gehaald. En dan dacht ik ook wel van oké, dat wordt hier echt een titelkandidaat. Ja, ik denk echt dat iedereen zo dacht van daar, van Genk moeten we oppassen. Want zij gaan echt voor zeker top 3. Er hebben echt nog veel mensen gezegd tegen mij van let op, die ploeg gaat niet werken.
Omdat dat allemaal gewoon individuele speelsters zijn. Ja. Wel allemaal met naam, maar ja. Voetbal is nog altijd een teamsport. Dat is vaak echt altijd het risico. Ja. Dat heeft Brepels dit weekend ook gezegd in zijn interview. Van, je merkt nu, aangezien dat er dan zoveel speelsters zijn weggegaan, ziet je nu dat de groep weer aan het strijden is voor elkaar. En dat, daar draait het eigenlijk nog altijd om in een ploegsport. Maar van die 7 transfers die er zijn binnengekomen in de zomer, zijn er dus 5 terug vertrokken. Ja, en dat blijkbaar was dat door financiële problemen. En dus nu zouden de mannen van Genk de Genk Ladies terug gaan helpen. En dus dan terug eigenlijk naar hun vorige visie gaan, de jeugd opbouwen. Want het is nu ook zo dat vanaf volgend seizoen gaat het vanuit de Pro League, is het verplicht dat je een bepaald aantal vierkante meter, ik denk dat 200 vierkante meter, maar ja, ik weet het eigenlijk niet, van fitness moet hebben. Mm-hmm. Maar in Genk, ik weet niet of je het complex daar kent. Is dat niet een container? Ik denk zelfs dat ze op dit moment nog geen fitness hebben. Als dat geen container hebben, is, dat wel zo. Jawel, maar dat kan wel, ja. Ik denk dat dat... En dat is ook wat Brepels zei, van ja, ze kunnen die eisen wel geven en verwachten dat wij dat als ploeg gaan volbrengen, maar op dit moment kan dat ook nog niet. En dat is zo'n beetje de kloof waar dat Belgische vrouwenvoetbal nog zit. En Standaard is dan op en top professioneel, maar Genk wou dan met... Ja, die sterren... grote namen, voilà. Worden ze dat dan een beetje compenseren? Omdat ze de accommodatie op dit moment nog niet hebben. Maar dus denk ik wel dat het goed gaat zijn als de mannen hun er een gaan onderzetten. Dat dan... Financieel vooral, denk ik. Ja, financieel, dat is de zaak. Want het collectieve blijft superbelangrijk. Dat is wat Standaard, denk ik, op dit moment echt wel een heel moeilijk team maakt om tegen te spelen. En ook gewoon een heel goed team. Dat jullie zijn echt een groep. Die straalde ook super hard uit. En in Genk, op een bepaald moment waren er zoveel nieuwe namen. Die werden duidelijk gehaald. Tisson moest daar voor de verdediging. Dan valt een verdedigster uit. Die moet dan mee naar achter geschoven worden. Ik denk, daar is zoveel gebeurd. Er zijn ook eigenlijk, net zoals Anderlecht dit seizoen, heel veel gehaald. Heel veel vaste waardes van vorig seizoen die hun plaats verliezen. Ja, die hun vertrouwen is dan ook weg. Ja, maar die transfers lossen dan niet in wat er verwacht wordt. Ja, dan moeten die meisjes van vorig jaar terugkomen. En dan kom je zo in een... Vicieuze cirkel. In een vicieuze cirkel terecht. Dat eigenlijk iedereen zo wat vertrouwen mist. Ja, de groepsdynamiek en is zo En de resultaten belangrijk. Bij Genk bleven ook echt uit, kunnen we wel zeggen. Ik denk, nu staan ze 5e. Ja. Ik had ze veel hoger geschat als ze nu gingen staan. Ja, ik ook wel. Maar dan heb ik ze zien spelen tegen... White Star. Oké, dat was 8-0. Dat is niet de beste wedstrijd van White Star. Nee. Wat super opvallend was Tirsa de Meester. Die 17-jarige. Dat is een heel goede speelster. Genk. Ja, dus ik heb die, opvallend talentvol. Dat ik heb die minimaal. Zien spelen ook met de U19. Afgelopen zomer. Op het EK. Ja, ik denk niet dat ze daar superveel heeft gespeeld. Zij was ook de jongste van de selectie. Ja, maar zij was niet eens bij de echte kern van de U19. Ja. Zij speelde toen nog in U17. Ja, dat kan. En toen mocht ze mee met ons. We waren met een heel brede kern nog voor het EK starten. En ze mocht toen meetrainen met ons. Ja, uiteraard had ze natuurlijk... Tirsa de Meester is echt een heel mooie verschijning. Haar voeten, die spreken 1000 woorden. Dus bij haar, dat was eigenlijk heel zot dat ze van U17 naar preselectie EK komt, naar mogen starten op het Europees kampioenschap. Dus denk ik wel dat al genoeg zij. En vanaf dat moment is ook haar carrière echt geboomd. Ja, bal aan de voet is die zo snel. Ja, en die heeft zo'n goede actie. Ik denk, die is heel moeilijk van de bal te zetten. En dan die wedstrijd tegen White Star. De eerste helft staat Genk 4-0 voor. Ja, nog eens, dat is niet echt een waardemeter, maar toch een beetje. Maar ze heeft daar 2 assisten, 2 goals. Eerste helft gewoon... ook goed te laten spreken, maar dat is absurd omdat ze zo jong is. En voor mij stak ze die wedstrijd er zo bovenuit. En ik denk ook echt dat die onhoudbaar is voor Genk. Voor mij is zij op dit moment top 3 België. Qua speelsters op die positie. Zeker. Op deze moment, denk, als jij 1 iemand er moet uitpikken en Genk die op het niveau speelt, dan is het wel één. Van de, op zo'n jonge leeftijd. En zo jong, ze probeert de ploeg te dragen. Dat is gewoon mooi op zo'n jonge leeftijd. Doet daar nog een paar jaar bij. In een nog beter team omringd. Met dan meer trainen, meer fitness.
Die heeft sowieso een mooie carrière. Als prof leven, dan is dat ook eentje die we later nog gaan zien, denk ik zo. Ja, zeker richting de Flames en zo. Ja, ja, dat denk ik ook wel. Als je er nu al zo bovenuit steekt. Ja, ja, we hebben er dit weekend ook tegen gespeeld, hè. Tegen Genk. Het was 1-0 verlies in de KGent Arena. Het was wel een mooie wedstrijd, aangezien dat we het record aantal toeschouwers hebben kunnen bereiken. Het was 2017 man. Dus ja, het was wel iets waar we als Gent zijnde trots mogen op zijn, vind ik. Want we hebben er ook heel veel media-aandacht. Allee, we hebben ervoor gezorgd dat iedereen wist van die dag moet je in de KGent Arena zijn. Dus ik denk dat dat we een bepaalde toon hebben gezet nu in het vrouwenvoetbal van... Je ziet, als je er reclame voor maakt, dat het gewoon leuk kan zijn. Want we hebben nog veel reacties gekregen van... onze socials hebben nog veel reacties gekregen van supporters van goed georganiseerd. Ik ga echt nog komen met mijn kinderen. En ik denk vooral dat we moeten ook beseffen van wie willen we bereiken in het vrouwenvoetbal. En dat zijn vooral gezinnen, jonge mensen. Ja, dat zie je bij de Flames ook. Hè? Ja, en in Engeland zie je dat ook. Hè. Dat is, het is meer een gezinsgebeuren. Het is zo veel familialer. Ik denk als je daar meer gaat opzetten, dat echt wel goed komt. Ja, dat is ook het doel, hè. Van heel dat toeschouwersrecord. Wie gaat er blijven? Wie gaat het vrouwenvoetbal blijven volgen? Mm-hmm. Dus we hopen toch wel dat er in die 2017 man, dat er toch wel een paar mensen zitten die denken van, ik ga dat hier toch wel beter in de gaten houden. Hoe was het dan om dat te spelen? Want ik heb zo foto's gezien als jullie uit de catacomben komen. Dat is toch wel cool als je omdraait en je zwaait zo. Normaal zwaaien jullie naar... Ja, 100 man of zo, of wat zit daar? Ja, ja toch? Ja, ja, zeker. Niet om oneerbiedig te zeggen, maar het is wel zo. En dan zwaaien jullie en dan is dat zo familie, vrienden. Maar nu zwaaiden jullie naar zo'n bijna volle tribune, zo leek dat. Mm-hmm. Die ene kant zat echt mooi gevuld. Ja. Dat is toch een speciaal gevoel. Zeker. Ik weet niet of je dat gehoord had, maar toen dat wij in het rijtje stonden, dan was ik wel even aan het zeggen, man, was deze. Heb je daar ook mee over zeggen of niet? Nee, dat heb ik niet gehoord. En wat moet dat dan zijn voor zo, toen waart je nog niet bij Sandaar, maar toen die bekerfinale, ja, dat waren twee ringen gevuld. 10.000 man toen, was ik was toen gaan kijken en dat was echt... Dat was toch een absurd. Sfeer. Maar daar heeft Sclessijn nog het voordeel dat de tribunes staan dichter bij het veld. Want dat is wel jammer aan de KGent Arena dat je daar nog... Maar het was ook een heel mooie dag. Heel zonnige dag. Is dat dan iedereen in die twee tribunes gezet? Dat was wel waanzin. Echt een goede sfeer. Ik was daar toen. Ja. Want het was juist bekendgemaakt ook dat ik naar Standaard ging. Dus ze zei van, als je wilt komen kijken naar de bekermatjes. Ik zei, je werd direct verliefd. Dus ik was daar en toen dacht ik echt van... Wel een mooie sfeer. Ja. Dat is wel een goede sfeer. Ja, jammer dat jullie hier nu uitliggen in de beker. Want je hebt een rustig weekend zo, nu. Op zich, je kunt het jammer vinden, maar aan de ene kant ook positief. Want nu leert jij uit de fouten, zeg maar. Nu heeft ons nog meer als team bij elkaar getrokken. Door wat er ook na de match gebeurd is en zo allemaal. Dus ik denk dat we ons nu gewoon moeten focussen om gewoon een goede play-offs te spelen. Was er een breuk misschien in de spelersgroep? Ja, niet echt een breuk, maar je merkte wel echt heel veel frustraties. Ja. Wat de nieuwe speelsters, mensen die daar niet kunnen mee omgaan met concurrentie en al die dingen. En dan verlies je eigenlijk in de beker en dan komen de frustraties zeg maar omhoog. Maar dan zijn dat dingen dat je anders moet gaan oplossen. Niet op het veld waar dat iedereen eigenlijk het ziet, waar dat je eigenlijk echt belachelijk hebt gemaakt. Dus ik denk dat de directie dan stappen ondernomen heeft om een paar mensen zo wat terug op hun plek te zetten. En nu merk je echt dat we echt gewoon er sterker zijn uitgekomen en dat we echt wel nog een hechte team zijn geworden. Ja. Soms moet dat, hè. Is goed clashen. Dat is in elke relatie, doe. Zeggen ze toch? Ja, dat gebeurt. Maar jullie zijn toch ook een beetje allemaal familie, dus relationele banden, toch? Was dat te ver gezocht? Ik zie mijn teamgenoten meer als mijn eigen familie, dus dat is waar. Soms ruzie maken is goed om dat koppen allemaal in de juiste richting te zetten. Ja, zeker waar. Zet je zelf zo'n grote spreker die voor de groep gaat staan als er iets mis is? Of ik ben wel iemand, op dat moment heb ik wel echt mijn mond open getrokken. Ah, oké, toch? Ja. En ik ben niet naar hier gekomen om ruzie te gaan maken. Ik wil gewoon voetballen en ik ben naar hier gekomen om eigenlijk kampioen te worden, zeg maar. Ja. Dat is misschien hoog uitgesproken, maar je moet een doel hebben als je ergens aan begint. Want anders kun je even goed er niet aan beginnen. En ik ben ook wel iemand op training. Ik kan niet tegen mijn verlies. Ja. En als er dan mensen zijn die spelen of weet ik veel wat, dan ga ik wel echt mijn mond open trekken. Dat is wel goed. Je hebt dat nodig. Ja. Zo persoonlijkheden die dan recht staan.
Want dat zijn meestal de moeilijkste momenten om recht te staan. Maar ja, er moet iemand het doen. Want anders, stel nu voor dat je dat laat gebeuren allemaal, dat allemaal ruzie was gebleven, dan denk ik niet dat je op deze positie helemaal van boven in het klassement nee, stond. Nee, hadden jullie nooit hier gestaan. Klopt. En ik ben iemand... Ik denk, als de mensen die me echt kennen weten van... Ik kan echt niet in mijn verlies. Als ik verlies, moet hij niet met mij praten. Dan komt echt niet aan. Ik ben ook iemand op het veld dat ik echt constant bezig ben van... Tijd om wakker te worden, kom, ja. Doe een keer iets. En ik ploeg apprecieer dat ook van... Ik heb ook momenten dat ik soms... in slaap val op het veld of iets verkeerd doen, dan wil ik ook even dat mensen even roepen van, hey, Poloba, kom. Mocht wakker worden. Ja. Wakker worden. Ja. En dan, dat is eigenlijk gewoon een team. Je helpt elkaar. En voilà, ik denk dat niemand verwacht had dat wij eigenlijk eerst samen met Leuven gingen staan. Ja. Dus. Oké, dus die inderdaad gedeelde eerste. Dus ja. Die wedstrijd van volgende week is extra belangrijk. Jullie kunnen alleen leider worden. Klopt, maar het is dat ik zeg dat... Of alleen tweede. Ja, dat zijn dingen. Dat zijn dingen. Dat is wel ook al in het slechtste geval verliezen we die wedstrijd, gebeurt er nog steeds niks. Want dat is want super lang geleden. En de play-offs pak nu. Gent kan nog op dit plaats één uitkomen of een andere ploeg. Dat is ambitieus, maar in de play-offs kan alles, hè? Ja, dat is waar. Een paar jaar geleden terug in Anderlecht. Ik denk dat wij hoeveel punten. Ik denk dat Leuven misschien bijna 7 punten los stond op ons. Ja. En iedereen was al van ja, Leuven kampioen, play-offs beginnen daaraan. Leuven begint heel slecht aan de play-offs. Ja. En Anderlecht was kampioen. Ja. Niemand die dat verwacht had, maar kijk. Ja. Dat ik zeg, nee, in voetbal kan alles gewoon. Ja. Het gaat ook zijn pieken op het juiste moment. Mm-hmm. Als in die play-offs. En in de play-offs ik verwacht nog steeds dat Anderlecht in die play-offs zo, dat die weer helemaal boven water gaan komen. Uiteindelijk doen ze het toch altijd. Ze doen het toch altijd. Ja, daar heb ik ook wel... Dat is waar. Ja. Denk ik wel. Ja, we waren toch bij de beker. Het zijn dit weekend is het geen Lotte Super League. Maar de kwartfinales. De kwartfinales in de beker. Ja. Moet ik eens de wedstrijden overlopen? Graag. Dus vrijdag is het Genk B tegen OHL. Ah, dus normaal gezien zullen we OHL wel in de volgende ronde zien. Oef. Ja, wat druk leggen. Hè. Zoiets. Ja, dat is gevaarlijk. En dan op zaterdag heb je Zulte Waregem tegen Mechelen. Club Brugge tegen Genk. En dan wij moeten naar Charleroi. Leuke verplaatsing. Ja. Hopelijk zonder file. En wordt er dan geloot? Of staat het al vast tegen wie dat jullie eventueel de halve finale zouden spelen? Ik denk geloot. Ja, geloot. Hè? Ja, geloot. Ja. Want anders denk ik wel dat we al zouden weten wie dat dan mogelijk dacht dat ik dacht dat je anders al kon zeggen dat we sowieso in de finale staan. Maar dat ga je mij nooit over zeggen. Opletten wat je zegt nu. Ja. Ik speel niet bij Gent of zo, dus ik kan wel zeggen. Dat zeg je, ja. Dat is onze joker. Nee, de zusjes van Belles zijn dus apart gegaan. Ja. Shari van Belles is naar Standaard. Ploeg, maat. En Lindsay terug naar Genk. Naar Club Brugge, sorry. Ja. Heeft Shari daar iets over verteld van dan de financiële status in Genk? Of was zij gewoon van, joepie, ik ben hier? Ja, ik denk dat duidelijk was dat zij niet echt gelukkig was in Genk. Dus voor haar, en de andere meisjes ook, ik denk dan die wel blij zijn, dan zij toch weg kunnen gaan zijn en dan zij toch ergens anders zijn kunnen starten. Maar ik zeg het, ik heb wel dingen gehoord van de problemen en zo, maar ik denk dat we ons gewoon vooral gewoon moeten op voetbal focussen. Ja. En zij vooral ook. Wel een goede transfer hè, voor jullie. Nog een extra achterbij, want het was wel dat ze ik heb het horen waaien dat Standaard op zoek was naar een keepster en een 8. En ze hebben die allebei binnengehaald deze winter. Dus dat betekent wel dat ze echt wel voor de prijs willen gaan. Ja, die zijn ermee bezig. Hè? Ja, ze zijn er echt mee bezig. Ja, klopt. Standaard is wel echt een club die op alles let. En voor ons is het goed dat wij een nieuwe keepster hebben. Ook. Op zich, onze andere keepster die nu in de goal staat, doet supergoed. Ja, jullie hebben niet veel goals tegengekregen. Ik denk sinds dat zij in de goal staat, dat zij elke match een clean sheet heeft. Ja, op eentje dus... na, die 8-1 op Mechelen. Klopt. Het was een domme fout. Is dat uw fout? Ik neem het op mij, laten we het zo zeggen. Ah, wacht, ik neem het op mij.
Dat is het schot van Bouarat. Ja, klopt. Van links buiten 16. Dat was een mooie goal. Heb jij bal verloren daar op je rug? Ja, eigenlijk moest ik die bal niet krijgen, laten we het zo zeggen. Maar ik zei gewoon simpel af. Ik zei gewoon simpel af. Kijk, dames, het is mijn fout. Okay. Anders gaan we daarover blijven. Over blijven dat was kakken. 8-1, dus oké. Okay. Maar dan nog, voor een keeper is dat niet leuk, nee. Snap je? Nee, oké. En okay. Dan nog een goal die uit de lucht komt vallen, zeg maar. Allee, het was een mooie goal. Het was een mooie goal, maar ja. De keeper was zelf verrast dat die bal erin ging vallen. Ja. Dus, nee, maar de laatste 8 wedstrijden 1 tegengoal. Ja, dat is ja, echt maar goed. Ik denk, je ziet dat ook op training. Dat is een jonge keepster ook. Maar die doet zo hard haar best. En ik zeg het, echt een goede keepster. Want ik dacht, ze hebben dus nu een Kroatische gehaald. Ja. Stefanie Bukovec. Bukovec. Speelde bij Split en heeft ook nog in Ajax gespeeld. Ja, heel opvallend. Ik heb eens op haar Instagram gekeken en dat is echt zo'n een freestyler. Sherlock. Dat is een echt freestyler. Ja, klopt. Eerlijk, ze heeft een heel... Ze is een keepster, een freestyler en ze heeft al in de spits gestaan. Ja, oei, echt my hè? God. Ze heeft dezelfde techniek. Mijn reacties, oei. Maar klopt. Ik bedoel, cool. Ja, want, ja. Dat is ook kijk ik. Haar aankondiging in Sandaar was een filmpje waar dat ze zo reisje rond de wereld en toen was en dribbelen. Dat gebeurt nooit bij aankondiging van een keepster dat iemand aan het voetballen is. Ik moet zeggen, ik heb dat nog nooit ook bij een keepster gezien. Maar ik was zo met haar bezig wat passen geven en... Die kan echt freestylen. Ja, die kan echt goede voeten. Echt goede voeten. En ik was echt van, amai. Meestal zie je dat bij speelsters of spelers op het veld, maar niet bij een keeper. En zij als keeper kan 3 dingen tegelijk, zeg maar. Dus... Wauw. Ja, misschien bij haar debuut, dat ze daar meteen al... Maar wanneer gaat ze debuteren? Ze is toch echt gewoon als backup gehaald op muziek? Of... Ja, het ding is, ik denk is nu gewoon... Is zij niet als eerste gehaald? Eigenlijk werd zij gehaald, denk ik, voor Hillary, omdat zij een zware blessure gehad heeft. Ja. Maar ik denk dat we nu geen reden hebben om de keeper te gaan wisselen, want nee, Lies doet het heel goed. Het is wel ook super. Dus ik denk dat er geen reden is om nu te wisselen van keeper, zolang dat je keeper het goed doet. Maar zet je dan niet zo'n beetje druk op van, oké, wel geen foutje, want we hebben iemand die klaar staat voor u? Ja, nee, ik denk dat zij in het begin ook wel zo'n beetje depressief was, zeg maar, omdat we dan de nieuwe keeper haalden. Maar ik zei ook tegen haar van, zolang dat jij gewoon je best blijft doen... Ja, dat komt toch wel binnen komt bij ook, iemand. Maar je snapt het wel, die jonge meisjes. Concurrentie. Zijn dat toch ook niet gewoon? Die kunnen daar moeilijk mee omgaan met concurrentie. Ja. Maar dan moet jij gewoon mensen hebben als ploeg zijnde zeggen tegen die jonge meisjes van kijk, concurrentie heb je sowieso nodig. Je gaat je ook overal tegenkomen. Anders word jij nooit beter. Mm-hmm. Nee, is waar. En ik denk dat ze het nu ook wel een plaats heeft kunnen geven. En we zullen zien, volgende week is het eigenlijk een hele goede test. Want ik denk wel dat ze haar werk gaan hebben. Ja, allee, ik hoop van niet. Ah, tegen Leuven. Ik hoop van niet, maar ik denk dat ze toch wel wat ballen gaan moeten pakken. Ja, ja om het transferlijstje nu helemaal af te werken. De Bont en Kranjov, ook van Genk, nu naar Westerlo gegaan. Dan hebben we nog Vita van der Linden, niet te vergeten. Een transfer naar Leuven. Hm. 27, een verdediger en komt over van Ajax. Ja. Ook wel opvallend. En dan... Ja, verdedigster die ook in het middenveld kan spelen, las ik. Ah. Ja. Dat is een beetje polyvalent. Ah, oké. En dan hebben we ook nog iets. Amber de Priester is einde carrière. Kwam ik heel plots tegen door blessure leed. Dus Zulte waren. Bij Zulte. Ja, bij Zulte. Ik heb dat ook gezien. Dus van haar moesten ze ook afscheid nemen. Ja, en dan de personen die dat hebben bijgetekend is Davinia van Mechelen bij Club tot 2027 en Valeska Ampoorter. Heeft bij OHL bijgetekend. 2026. Ik vind het wel super opvallend, die transfers naar Westerlo. Want ik... Heb ze toch een voorgevoel dat die volgend jaar gaan proberen om naar de Super League te komen? Ik denk wel dat die gaan overgaan. Van allereerst nationaal, want ze staan nu ook tweede, denk ik. Ik denk wel dat Aalst eerste staat. Ja, dat kan. Maar Westerlo is wel aan het investeren om de stap te zetten. Maar ze hebben nu wel een beetje pech, want de transfers die dat ze hebben gedaan, dat waren er dan 5. Want Hanne Merkelbach van Sandaar is er ook nog naartoe gegaan. Ja, ook geen missen namen natuurlijk. Hè? Nee, tuurlijk niet. Maar ze mogen blijkbaar niet spelen tot het einde van het seizoen. Oei. Door, ik weet niet, juist speelgerechtigheid. Misschien omdat die van de Lotto Super League komen. Wat dan hoger niveau is. Dus ja, Westerlo heeft veel speelsters laten gaan. Want ja, op den duur, als je er 5 binnenhaalt, moet je eigenlijk ook wel 5 wegsturen. Want je kunt moeilijk met 30 man staan trainen. Ja, klopt. Maar nu zitten ze dan wel met het probleem dat ze... Ja, dat ze die speelsters krappe niet mogen kern. Opstellen. Ja. Ik weet niet of dat dan nog gaat opgelost worden voor het einde van het seizoen. En hebben die eigenlijk een... Ja, die hebben toch een tweede team of zo voor jeugd te laten doorstromen naar de A's? Nee?
Dat weet ik. Ja, tweede nationale dan of zo? Ja, zal wel moeten zeker. Ja, anders wordt het wel heel krap. Het is zo'n hele terugronde. Ja, klopt. Dus ja, dat zal wel nog... Want ik had ergens gehoord dat die qua professionalisering ook wel al oké stappen hebben gezet. Ja. Dat die niet zo hard zouden misstaan in de Lotto Super League. Nee, want wij hebben daar een bekerwedstrijd gespeeld en wij zijn daar ook wel echt goed ontvangen. De trainers zeiden dat ook van... de manier waarop dat zij ons hebben ontvangen is echt wel op Super League niveau. Ah ja, dus, okay. Ik maar denk ook wel omkadering en zo, die speelsters... Zijn er misschien al semi-profs bij of zo? Dat weet ik niet. Ja, zijn semi-profs. Ik heb wel al spelers die semi-prof zijn. In Eerste Nationale is dat wel straf. Eerste Nationale. Dat is heel zeker straf. Omdat je er in de Lotte Super League nog hebt die amateur zijn eigenlijk. Mm-hmm. Ja. Klopt, jammer nog wel, ja. Dat is eigenlijk raar. Ja. Dus die gaan waarschijnlijk dan wel... Ja, die volgend jaar sowieso een Super League meedraaien. Mooi. Dus er gaan nog extra transfers komen, hè? Die gaan... Die zijn nu denk ik nog, want ik kom gewoon overeen met die coach. En die is nu ook al bezig met volgend seizoen toe, met speelsters aan het praten en doen dus. Ja, maar dat kan ook bijna niet anders, want waarom gaat iedereen dan naar Westerlo? Wat trekt iedereen aan die club? Ja, dat gaat zijn inderdaad. Ik denk dan die dat kan toch niet anders iets dan te bieden hebben. Ja, financieel. Maar van waar stabiel komt staan? Dat financiële dan? Ik denk heeft dat dan van hogerop ook met gewoon, de mannen met te de mannen maken. Dan die daar echt... En geloven en maar erachter wie staan. Zijn de eigenaars van Westerlo bij de mannen? Maar dat weet ik ook echt dat niet. Weet ik zijn echt de Amerikanen niet. Of zo? Oei, oei. Dat weet ik echt ga niet. Ga dat eens opzoeken. dan moet je me niet vragen. Nou, op zich wel goed, hè. Als de mannen zijn, dat ze het snappen dat daar toekomst in zit. Maar ik denk wel dat dat een goede toevoeging is voor de Lotto Super League. Terug wat meer ploegen. Dus... Wat meer tegenstand. Ja. Altijd top. Ja. Maar hoe moeten we die dan inschatten ten opzichte van een Mechelen bijvoorbeeld? Ja, dat gaat, of een Charleroi? Dat gaat te zien zijn met de transfers, hè. Ja, want Turkse op zich heb je er nu wel vijf. Maar ik denk als je nu al kijkt welke in Westerlo. Turkse. Ah, Turkse. Ik denk als je nu in Westerlo kijkt, die zijn eerste nationale. En daar zit Amy Little, die wordt opgeroepen met de Red Flames. Flames, ja. Wie zou er daarbij komen om iemand in eerste nationaal te scouten, om bij de Flames mee te... mee te doen tegen Engeland, Nederland, zeg maar. Dus dat zegt echt, denk ik, wel genoeg van die club, hoe dan zij werken en hoe dat alles daar draait. Ja, ik denk dat... Ja, ik vind dat heel moeilijk om in te schatten hoe dat dan ten opzichte van, ja, van jullie gaat zijn. Ja, jullie hebben er in principe tegen gespeeld dan in de beker. Ja. Ja. Hoeveel was dat toen? 2-0 mm-hmm. voor ons, denk ik, ja. Ja. Okay. Wij hadden toen niet onze beste dag. Nee, het liep niet van een leien dakje. Dus die dag. Ja. Dat kan gebeuren. Ik kan het ook niet zeggen dan qua niveau. Omdat wij niet echt op ons best waren. Maar ze hebben toen ook niet echt grote kansen gecreëerd, denk ik. Nee. Dat ik me kan herinneren. Oh, jawel, in het begin waren ze toch wel gevaarlijk. Ah ja, die eerste minuut was denk ik op de deklat. Ja. Just, dan waren we wakker. Ja. Maar ze winnen wel altijd echt zo met monsters. Ja. Dan zie je inderdaad zo van... Dan wint je met 7-0, 9-0, dan denk je 12-0. Dan denk je van, oef, hoe gaat dat uitpakken tegen een Super League ploeg dan? Ja. Ja. Ja, ik vraag me af ook gewoon voor de kwaliteit van de competitie en het niveau. Als we dat onmogelijk krijgen, dan is het niet handig dat er wedstrijden zijn. 8-0, Genk, White Star. Mm-hmm. Die moeten er dan eigenlijk tussenuit. Ja, dat is waar. Want ook gemerkt dat in play-off 1 die wedstrijden het niveau stijgt enorm. Wedstrijden zijn veel beter, veel spannender. Iedereen staat scherp. Veel minder foutjes dat je dan ziet. Mm-hmm. Vraag me af, als je teams gaat toevoegen, gaat het niveau dan niet weer naar beneden? Eigenlijk moeten we het voorbeeld gaan volgen van Engeland, denk ik. Ik denk dat we een keer moeten gaan onderzoeken van hoe hebben die dat daar allemaal aangepakt? Van de competitie, alles er rond en daarvan gewoon gaan leren. Ja. Want zo en gewoon... meer semi-profs, meer profs. Ja, sowieso. Want alleen nu ook... Bij Gent was het ook een super zware maand met de examens. Like dat jij daar net zei, van ik ben nu prof. Nu kan ik eindelijk deftig koken, deftig rusten. Oh. En je ziet mijn niveau gaat meteen paf omhoog. Wij hebben nu een maand lang van 's ochtends tot 's avonds zitten studeren. En dan moet je daartussen ook nog een keer gaan trainen. Het is niet dat je dan naar het beste niveau kunt, kunt gaan. Dus ik denk dat dat wel de stap is die dat we gaan moeten zetten in België. Want, like dat ik ook zei, dit weekend... Mensen willen komen kijken naar ons. Hè? Dus ik denk dat we gewoon een bepaalde visie gaan moeten uitbouwen om te zeggen van,
ja, dit is het Belgische vrouwenvoetbal, investeer erin, want mensen willen het zien. En dat we dan zo naar een hoger niveau gaan gaan. Zeker, dat gaat ook komen, dat gaat voortvloeien uit het succes van de Flames ook. Ja, dat is dan een beetje volgelijk wat Nederland heeft gedaan. Hè? Ja. Want nu ook, je ziet Ajax bij de Champions League, de kwartfinale, dat ze daar nu tegen Chelsea, ja, ze zullen hun tenen mogen uitkuisen. Amai, maar ze stonden eigenlijk al onverwacht in die groepsfase. Ja. Was al een unicum, was nog nooit gelukt. En dan worden ze tweede in dit super moeilijke groep. Ja. Met AS Roma, Bayern. Ja. Ja. Die schakelen ze dan ook uit. Ja. Onverwacht, supermooi kwartfinale tegen Chelsea. Mm-hmm. Ja, want ook de Johan Cruijff Arena, daar mochten ze dan spelen, Ajax. Er zat superveel volk ook, hè. Logisch. Als Nederlandse ploeg, ja, tussen zo'n grote namen mogen ze spelen. Ze hebben al hun thuiswedstrijden ook gewonnen, Ajax. Ja, ja. In dan ziet je wel dat dat support wel echt heel belangrijk ja, is. Ja, tuurlijk. Als dat zo bomvol zit, geeft hij zoveel adrenaline. En dan, kijk, ze hebben zwaar gestunt thuis. Nou, klopt. Ik zal eens alle kwartfinales overlopen van de Champions League. Dus het is Barcelona tegen Bran. Bran is de Noorse kampioen. Die hebben Anderlecht uitgeschakeld bij de voorrondes. Dus eigenlijk is Bran ja, een stuntploeg. Hè. Het feit dat zij nog voorrondes moesten doen voor de Champions League. En dan staan ze daar nu mooi in de kwartfinales. Dus de zus van Ada Hegerberg speelt daar ook. Ja, want die hebben ook tegen elkaar al gespeeld. Ja, die hebben tegen elkaar gespeeld. En dan heb je ja, Chelsea-Ajax. Chelsea, die daar onlangs het recordtransfer heeft gedaan. Heb je het gezien? 500k. 500k voor Ramirez. Dat is de duurste transfer ooit. Ja, ooit. Ja. 500k. Die komt over van Levante. Ja. Topschutster. Mm-hmm. Ja. Ik kende haar niet. Ik ook niet. Ik weet gewoon dat Levante redelijk hoog staat nu in La Liga. Ah, ja. Ik denk dat zij derde of vierde staan of zo. Dus. Ik voel dat niet. En het is een Colombiaanse, denk ik. Ja, het is een Colombiaanse. Colombia heeft op 2K ook niet slecht gedaan. Nee. Ter vervanging van Sam Kerr. Ja, die dan kruisbandblessuren heeft. Ja. En dan Lyon Benfica. En dan als laatste Paris Saint-Germain tegen Hecken. Dus het opvallendste is eigenlijk wel dat de Scandinavische landen dat die terug in de picture zijn. En vooral de Duitse ploegen. Waar zijn ze? Bayern München, Wolfsburg. Het is toch wel raar, want nu is Duitsland ook voorbijgestoken qua ranking door Portugal. Ah, echt? Als je daarover nadenkt, want wij hebben al in mijn nationale ploeg hebben we al tegen Portugal en Duitsland gespeeld. En als je puur daarover nadenkt, dan denk je Duitsland is veel moeilijker. Maar nu, Portugal steekt Duitsland dus voorbij. Dus ja, Duitsland is wel aan het zakken van niveau. Ik heb Portugal gezien, een paar wedstrijden van Portugal op 2K. Mm-hmm. En die hebben natuurlijk die Silva. Ja. Die met haar mooie haren. Ja, Jessica Silva. Van Benfica. Ja, ze opvallende speelster, ook wel een heel goede speelster. Mm. Maar Portugal heeft mij toen op dat WK echt verbaasd. En uiteindelijk is dat een land, denk ik, dat we wel kunnen vergelijken met België. Qua grote oppervlakte aantal inwoners, denk ik. Die zijn toch niet meer zo gigantisch veel. Mm, nee. Maar die hebben dus wel een team dat en op het WK staat en ook in de kwartfinale. Van de Champions League. Van de Champions League. Ja. Dus dat is, ja, dat is mooi gedaan. Misschien moeten we de Portugese werking dan een keer gaan onderzoeken. Ja, maar de Scandinavische is ook goed, hè? Want ja, die hebben zo'n paar jaar zijn die zo wat voorbijgestoken precies dan weer. Door ja, de Duitsers onder andere. Hmm. Die waren eigenlijk altijd Spanje, al sterk. Frankrijk. Spanje is erbij gekomen. Maar nu zijn die Scandinavische landen zo weer van voor. Ja, dat is wel mooi om te zien. Wat is jullie predictie voor de Champions League? Wie dat gaat winnen? Barça 3-0, hat-trick, Alexia. In de finale zeker. En dan op het einde ga ik haar truitje gaan vragen. Nee, Sarri Kees gaat dat voor me. Ja, ik denk dat Chelsea gaat winnen. Champions League. Wat blieft. Ja, denk dat? Ja, ik weet Ajax. Niet. Heb daar Lyon. Ja, Lyon, dat is ook wel zo'n stille kracht. Hè. Lyon is ook kunnen wel nooit echt... Vergeten. Want ik heb al een paar matchen van Chelsea gezien en... Ik ben nog steeds niet onder de indruk. En zonder Sam, ja. Deze keer. Ik ben echt niet onder de indruk. Like, ik heb de laatste match gezien, denk ik. Van welk team zit jij wel onder de indruk? Ik ben echt niet snel onder de indruk. Maar ik had Chelsea gezien tegen Paris FC. En ik denk, als Paris FC die kansen afmaakt,
Want die gewoon winnen tegen Chelsea. Ja, maar ja. Paris FC heeft een heel zot parcours ook achter de rug. Dat zijn die die Wolfsburg en Arsenal hebben uitgeschakeld. Ja, wie had verdacht? Arsenal. Ja. Zo'n goede ploeg ook. Ja. Ja, ze missen wel ook 5 spelers, denk ik. Ja, ze zijn nu wel terug. Hè? Dus ik denk, ja, nu zijn die terug. Nog niet op hun niveau wel. Miedema, Miet, Lia Williamson. Ze staan toch wel terug mooi in de basis. Ja. Dus... Ja, absurd eigenlijk. Ik ben er van een jaar niet geweest. Ja, en dan baf er terug in. Dat zegt ook wel hoe groot dat ze zijn. Inderdaad. Want je had opgezocht vorig jaar de kwartfinalisten in vergelijking met dit jaar. En het waren 4 dezelfde ploegen. Dus ik zal ze allemaal een keer zeggen. Toen was het Bayern München, Arsenal, Roma, Barcelona, Lyon, Chelsea, PSG en Wolfsburg. Dus 4 dezelfde en 4 andere ploegen. Dus dat zegt ook wel van, het vrouwenvoetbal is aan het evolueren. Het is weer van verschillende kanten in Europa aan het komen. Vind ik eigenlijk wel nog een toffe. Dat niet altijd wat hetzelfde is. Maakt het wel boeiend. Want wat je in het mannenvoetbal soms niet meer hebt, hè? Je hebt daar nog heel weinig echte stunts. Je kunt op voorhand zeggen, die gaan die daar. En die. Ja. Dus dat is denk ik wel goed voor de evolutie. Weet je wel waar dat dit gespeeld wordt? Ja, in Spanje zeker. In Bilbao. Een thuismatch voor Alexia. Ja, road to Bilbao. Road to Bilbao. Hadden we ook niet afgesproken dat we allemaal samen gingen gaan? Ja, wij gaan. Mooi. Op kosten van Vos. Ik zeg sowieso, ik denk dat Barcelona van Braan gaat winnen. Ja. Ik denk, dat moet wel. 2 keer 5-0. Ja. Mooi, jong. Die wedstrijden moesten er wel uit. Barcelona is echt... Een machine. Dat is echt een machine. Zit je daar wel van onder de indruk van Barça? Af en toe. Is er een speelster van Barça waar dat je jezelf mee kunt vergelijken? Wacht, ik ga ook eens denken. Ja. Ja, ik kan denken in Barça. Ik denk dat moeilijk is om mij met iemand te vergelijken. Ah wel, maar ik vind dat ook. Ja. Je zit zo'n heel speciaal profiel eigenlijk. Ik moet even denken, ik denk dat het echt heel moeilijk is. Kijk, voilà, ze missen nu daar. Zet jij een puzzelstukje? Ze biedt ze een telefoontje van Barça. Is te veel lopen? Nee, dat is niet waar. Ja, nee, ik zou het echt niet weten. Nee, ik denk dat Barça wel makkelijk in die halve finale en dan tegen Chelsea. En dat was... Chelsea of Ajax gaan ze dan terechtkomen. Ja, pak het. Het zou heel cool zijn als Ajax is. Oh, dan kunnen we naar Amsterdam en dan gaan we daar kijken. Ja, ik denk dat. Maar ik denk dat Chelsea het niet gaan makkelijk hebben tegen Ajax, hoor. Nee, ik ben vorig jaar gaan kijken naar Chelsea-Barcelona in Stamford Bridge. Ja. Dat was... Ja. Barça was echt wel ongelooflijk. Ja. Dus ik denk dat daar heel weinig tegen te beginnen valt. Al hebben ze weer heel veel blessures, Barça. Onder andere van achter zitten ze... Ja, krap. Ja, en Enge speelt onder andere nu centraal mee van achter soms. Ja, dat vind ik heel speciaal om te zien. Ja, het is wel noodoplossing. Misschien Bellezu wel. Aha. Rechtstreeks van Gent. Ik hoop gewoon dat er een keer een andere winnaar gaat zijn van de Champions League. Niet weer Barcelona. Ik hoop dat er weer... Er is heel veel gestunt geweest, dus ik hoop dat nu ook... Jij wilt gewoon hacken. Nee. Ik wil gewoon dat voor de halve finale en zo, dat er een keer iets... Oppassen van Lyon. Van Lyon? Ja, en ik denk af en toe, PSG ook, af en toe. Af en toe denk ik echt van, oké, die kunnen nog wel shotten. Maar de Franse competitie, ik volg dat eigenlijk niet zo. Maar toch, ze staan er met twee Franse ploegen in een kwartfinale. Ik vind dat die een heel leuk team hebben, een heel leuk nationaal team. Absurd veel kwaliteit. Mm-hmm. Dat vind ik wel heel leuk om naar te kijken. En die bondscoach vind ik ook wel leuk. Want die had ook zo eens een interview gedaan dat de moeders in de selectie, dat die ook hun kinderen mochten meenemen. Klopt. Ja, naar op stage. Die mochten mee naar 2K ook. Ja, maar ze onder de 2 jaar mochten die mee. Wat? Yes. Ja, dat is echt. Die waren pas mama geworden en die baby's die mochten mee. Nee. Het was nu dit weekend ook een speelster bij West Ham. Gory. Ja. En zij is ook moeder en ze was op weg naar de voetbal. En haar kindje werd ziek in de auto. Dus ze moet terugkeren naar huis, alles opkuisen, kindje in bad gestoken. Maar ja, ze moest op tijd zijn voor de voetbal. Maar gelukkig dat West Ham daar keiveel begrip voor had. En ze heeft de opwarming op tijd gehaald. Ze heeft de wedstrijd gespeeld. Ze heeft gewoon gestund samen met Amber Tisiak tegen Arsenal. Dus daaraan zie je wel, de ploegen beginnen ook al wat verder na te denken. Oké, zij is onze speelster, maar zij is ook mama. Ik vond dat wel een mooi verhaal. Ja, klopt, is wel mooi. Die combinatie lijkt me echt...
Heel zwaar. Onmogelijk. Het is dus niet onmogelijk. Over Ambertisiak gesproken, dat ik denk eerste goal voor West Ham gemaakt. Ja. Een kopbalgoal. Ja. Dat is ook wel mooi om te zien dat ze na een moeilijk seizoen vorig jaar, je zet ook de stap van Lotto Super League naar Engelse competitie. Ik denk dat dat heel groot is. Dat denk ik ook. Ze pakt wel een team dat... Een leuk team. Een leuk team. Ja. Waar dat ze speelkansen gaat krijgen, maar niet meteen transfer naar Chelsea of transfer naar Arsenal, wat super moeilijk is om speelkansen te krijgen. En waar ook op de bank terecht. Ja, exact. En ze heeft zo een jaar gekregen om zich fysiek aan te passen. Ja. En nu, ze speelt echt veel. En ze scoort, dus ik denk... Het is ook wel interessant om als hij terug bij de Flames voor komt. Voor de Flames, ja. Ja. Kan ze ook die ervaring doorgeven aan de rest. En ze blijft dus... nog altijd super jong. Ja, dus... dat is waar. Van 2000? Of 99, ja, toch. Ze is nog altijd jong. Dus, maar ik denk wel dat zij binnenkort de verdediging bij de Red Flames op haar zal dragen. Ja. Als je zo elke week in Engeland Laura De Neven, die nu is uitgevallen, gaat zij denk ik ook gewoon terug starten. Ja. Dus. Nu de barragewedstrijden midden februari, ja. Ook belangrijk. Starten wedstrijd. Bij de Flames direct, toch? Ja. Tisjak. Ja, ik denk dat wel. Basis. Hoe hebben we het nu over Tisjak of over de neven? Nee, de neven is omdat de neven gekwetst is. Zij de neven, toch? Ah, nee. Ik dacht dat we bezig waren over de neven. Ik bedoel... Dat zij direct zou spelen terug bij de Flames. Nee, ik bedoel, zij is geblesseerd. Tisjak gaat haar plaats krijgen in de basis, denk ik. Zo. Dat mee? Denk ik wel, en dat lijkt me ook terecht. Ik denk dat dat moeilijk te bepalen is af en toe bij de coach daar. Wie dat soms zou hij zelf Tine de Kanje daar zetten, bijvoorbeeld. Vanaf, dat is waar. Ik denk dat dat ook te zien is tegen welke ploegen ook dat je speelt. Ja, het is tegen Hongarije. Ik ken Hongarije echt niet. Ik heb gehoord dat die niet goed zijn. De twee Ierse hebben daar tegen gespeeld. De twee Ierse. Oh, je hebt wel goed opzoekingswerk gedaan. En die zeiden van... dan die niet zo goed waren, dus. Dus België op zich zou België ze wel moeten pakken, ja. Ja. Want dat is belangrijk dat we die wedstrijden winnen. Ja. Zodat we in onze A-league blijven van de Nations League. Dat we volgend jaar weer een leuke campagne... Makkelijkere weg naar TK 2025 dan. In Zwitserland. Ja. Yep, klopt. Misschien nog even tussendoor een paar vraagjes voor u, Mirjam. Het zijn korte vraagjes, dus niet te lang nadenken. Gewoon baf, drop. Okay. Ik denk niet na, hoor. Oké. Okay. Beste trainer dat je al hebt gehad? Wow. Dat zijn er een paar. Ik denk... dat zijn er echt een paar. Oké, zeg ze maar. Ik denk dat Patrick Wachel bij Anderlecht echt een goede coach was voor mij. Ik denk Johan Willem ook. En nu de coach in Standaard, Stefan Gudé. Het is een speciale, maar het is wel echt een hele goede coach. Een speciale, wat bedoelt je dat? Ja, gewoon die gaat van grapjes uit te halen en van die dinges. Dat je denkt naar hem van, hoe het zei jij? Amai, ja, dat zou ik hem echt, totaal niet geven. Dat bedoel ik dus, maar hij is echt heel hilarisch. Ah, echt een goede welke mopje heeft hij bij u al uitgehaald? Ja, hij probeert er veel, maar bij mij pakt hij niet. Die proberen die we. Die proberen bij mij. De beste speelster waarmee je al hebt samengespeeld? Dat is moeilijk. Nee, maar één naam. Dat is echt moeilijk. Ja, ik had niet gezegd dat het makkelijke vragen waren. Hè? Samen heb ik gespeeld in dezelfde ploeg. Ja. De beste speelster. Ik denk als we tactisch moeten gaan kijken, ik denk dat Sakina wel een van de beste was. Ja. Sakina, oké. Okay. De beste wedstrijd van uzelf? Ik ga eerlijk zeggen, ik ben nog niet tevreden van mijn matchen tot nu toe allemaal al. En als ik echt de beste moet gaan kiezen, ik denk Zulte. Thuis. En wat was er dan zo speciaal? Ja, ik denk gewoon veel gelopen, geprest, gescoord. Totaal pakketje. Ja. Met Standaard dan wel. Ja, klopt. Ja. De beste vriendin dat je hebt in het vrouwenvoetbal? Ik heb er een paar. Ja, ik kom goed overeen met Cassie, met Yassina. Blom. Ja, Blom. Ja, Nikki, Sharif. Kom, ja, met die me. Ik heb eigenlijk veel vrienden, zeg maar, in het voetbal. Leuk. Dus. Dat is goed. De moeilijkste tegenstander waar je al hebt tegengestaan. Dus als verdediger. Nia. Even aan denken. Dat zijn wel moeilijke vragen. Ik moet zeggen... ja, zij heb ik wel
tegenstand, snap je? Dat niet zo makkelijk is wat ik met anderen wel heb. Ah, bij de rest heb je geen dat tegenstand. Makkelijk is. Ah, ja. Maar bij haar heb ik wel zoiets van, ik moet echt meer mijn best doen om haar voorbij te gaan. Je mag ook iemand anders zeggen. Nee, je moet me niet per se zeggen. Maar, want ik ken daar totaal echt niet. Je hebt nog niet gescoord. En wanneer ik met Anderlecht speelde, toen stond ik ook tegen haar. En toen had ze me echt heel kort. En ik denk dan, de meeste mensen die tegen mij staan, geven mij ruimte. En als jij mij ruimte geeft, ben ik weg. Ja. En ik denk dat zij wel echt een van de speelsters is die wel echt heel kort en die duel wil aangaan, zeg maar. Want voor de rest kan ik niet echt iemand vinden nu. Dat ik zeg van, dat is echt tegenstand. Wel, voilà, zien. Mooi compliment. Ja, mooi. Merci. En dan als laatste vraag, de beste kleedkamerverhaal. De beste kleedkamerverhaal? Ja. Na het uitgaan in de kleedkamer. Balassie. Meer kan ik er niet over zeggen. Veel gedanst, veel gedanst. Ja, gewoon benen losschudden. Hè. En dan maandag er terug tegenop. Recovery. 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 Sterk. Ja, ja, is goed. Misschien ja, de laatste vraag nog. Ik had iets grappigs gezien. Was zo een heel kleine interview met Cassie Missipo. Zo'n dubbel interview met Anderlecht. Ik weet wat dat is. En toen kwam de vraag, wie is je lievelingsspeler? En daarop had je geantwoord, mezelf. Klopt. Is dat nu nog steeds zo? Dat is nog altijd zo. En je zei dat er seks moeilijk was om je eigen kwaliteit te benoemen. Ik vind dat moeilijk om over mezelf te zeggen van wat dan mijn beste kwaliteit is of wat ik echt goed kan of wat ik minder kan. Dat vind ik moeilijk om te stoeven over mezelf, zeg maar. Maar ik weet gewoon, als jij moet zeggen van wie is de beste speler, dan ga ik altijd mezelf zeggen. Leuk. Dat is leuk. Geweldig. Dat is, ja, dat is geloof in jezelf is ook echt als geweldig dat je daarbij blijft. Omdat ik niet echt iets heb van wauw, zij is echt goed. Van haar wil ik een truitje of van haar wil ik een foto of zo. Dus ik heb altijd zoiets van, ik hou van mezelf van hoe dat ik speel, want de meeste mensen voetballen eigenlijk gewoon voor, ja, ze willen winnen en dat. Maar ik voetbal eigenlijk meer voor de supporters. Ik wil de mensen zo wat show geven, zeg maar. Maar dat is het ding. Daarom komen ze ook kijken en dan zeggen ze van, ah, die speelt met haar tegenstander. De volgende keer gaan we weer komen kijken. En dat zijn eigenlijk dingen die ik soms wat mis in onze competitie, dat je niet zoveel spelers hebt die... Ja, die daar zo over denken. Technisch zijn of die daar zo over denken. Sakina van Anderlecht natuurlijk. Saki bijvoorbeeld wel, want zij heeft echt zo de noncha, like wat ik heb. Ik heb die wel iets minder als haar, maar... Snap je zo die noncha en dat de rest eigenlijk niet veel uitmaakt. Gewoon u amuseren op het veld en gewoon wat freestyle op het veld, zeg maar. Oeh. Mooi. Ik vind dat een hele mooie om af te sluiten. Yes. Ik ben heel content dat je wil komen in onze studio. Dat had een heel grote meerwaarde. We hebben heel leuke dingen besproken. En dan misschien nog als laatste die iedereen eens mag beantwoorden, wel vaker. Ja. Ik weet totaal niet wat er gaat komen. Jawel, dus tuurlijk wel. Nee, dat is echt niet waar. Nee, nu moet je bij Jos beginnen. Ja. Oh, dan ga ik ook even Josephine, deze maand, wie moeten we in de gaten houden? Of welke wedstrijd? Je mag Welke wedstrijd? Het voorbeeld welke van Maria moeten de volgen? Mensen in de gaten houden? Ik ging, wie moet je in de gaten houden? Mezelf ook zeggen. Ik heb voornamelijk in de goede januari maand opzitten, maar ik ga dan toch maar iemand anders zeggen. Wie moet welke speelsters moeten de mensen nu in de gaten houden? Of welke match moeten ze zeker zien? Ja, topper, Standaard Leuven, denk ik. En als speelster wil ik zien hoe de meester misschien haar goede lijn doortrekt. Tegen ook de moeilijke tegenstanders Genk mee op sleeptouw neemt. Ja. En hoe dat ze haar verdedigers ook wel gek draait. Dus ik ben benieuwd of dat ze dat kan blijven brengen. Ik denk dat dat moeilijk is als je zo jong bent. Dus daar kijk ik naar uit. En ook naar uw vervolg van het seizoen. Nu ga ik extra op u letten. Hoe dat je de komende maanden gaat doen. Allee, bedankt. En Riet? Ik ga denk ik Red Flames zeggen. Ik ben wel eens benieuwd hoe dat ze toch nu met wat druk met die wedstrijd, hoe dat ze dat gaan aanpakken tegen Hongarije. Dus ik ga zeggen, hou de Red Flames in de gaten. Voilà. Oké, mooi. Voilà, en dat was dus het einde van... Mag Mariam niet zeggen wie ze in de gaten gaat houden? Toch niet het einde. Maar we weten haar antwoord altijd, hè? Haarzelf. Mezelf. Enkel mezelf. Ja. Ik zou zeggen, check de match volgende week. Standaard Leuven. Is dat toevallig de live wedstrijd? Nee, jammer nog niet, nee. Dus iedereen naar het stadion? Voilà, oké, dan gaan we gewoon het einde zien. Mooie activiteit.
Voilà, nu mag ik wel afsluiten. Ja, je mag. Okay, voilà. Dit was dus het einde van onze podcast. Wij zien jullie volgende maand. Dikke merci om te kijken en te luisteren. Salut. Ciao.